In het RAI-gebouw in Amsterdam houdt de Konijnenfokkersbond, die nu juist 50 jaar bestaat, een tentoonstelling onder de naam Veer en Pels. Duizenden stuks pluimvee koeren en kakelen de hele dag door. De ruim 3000 konijnen geven geen kick. Zelfs kanaries en parkieten logeren in de RAI. De fokkers, voor een groot deel mensen die dit werk als liefhebberij beoefenen, getroosten zich vaak grote moeite om deze prachtige resultaten te bereiken. Witte viandat, Aziatische Brahma-haan. Angora-konijnen zijn er ook. Driemaal per jaar leveren ze vol. Van de duivensoorten is hier onder andere de Oud-Hollandse tuimelaar. Zo is er heel wat bijzonders te zien. Ons frappeerde het meest deze kip met een hoedje. En zo zal het u ook wel gaan.